weet ik veel door. Goedemiddag, daar ben ik weer, Zelda Play 20 met een grotere special of Minecraft vind ik zelf persoonlijk. Mario Party 5 samen met twee Gamepad members. Nou, ga jij maar kijken. Nou, ik ben Gary, ik ben ook van Gamepad en dit is... Nathalie Staatskas, aka Mama Gamepad en de streamkast mobiel gezien op 6 3DS, hè? Dat is een mond vol. Ja, ik heb besloten om ons even toch met beeld in een hoekje neer te zetten. Omdat, ja, anders zou je die zwarte balkjes weer krijgen. Dat was eigenlijk een idee van Nathalie, dus... Maar goed, dit keer dus, werkt Gamepad met mij zo. Ik vind het leuk, dus... normaal zou ik zeggen van kom, we pakken de file van mijzelf. Het enige nadeel is, daar staat nog een save-file op die ik nog steeds met mijn vader moet afmaken. En dat duurt nogal lang, dus we gaan gewoon naar mijn vaders save-file. Voelt hij zich ook een beetje speciaal. Dus wat we gaan doen is, we gaan iedere opnamesessie gaan we één bord doen met 20 beurten. Dus we beginnen met Engel Lach, komt ie? Even wachten, komt ie? Lach Eng. Jij hoort Eng te lachen. Die horen we nog wel, die Engel Lach. Die Engel Lach die komt nog wel. Maar wat we dus gaan doen is... Dat was het. Echt, dat vond ik echt een griepelaar. We gaan dus een bord doen, dat is voor 20 beurten. Elke aflevering zullen er dus 5 beurten komen, waardoor dat we dus 4 parts hebben per bord. Dus, new game. Nee, we hoeven geen regels te horen, want ik leg alles uit, want dat is de zin van een let's play. We doen dus Free For All Madness. We spelen met 3 en 1 computer. En ik ben natuurlijk Mario. Oké, player 2, dat is Gregory, die is dus Yoshi. Oh, trouwens, cool. Het komt sowieso in beeld wie wie is, dus dat edit ik zelf wel. En de red player die wordt... Dood. het zou het eerlijkste zijn als de computer zeg maar op hard speelt, dus omdat we allemaal human players zijn en normal, dat is nogal een beetje... Dan kun je gewoon zeg maar winnen, terwijl dat je controle gewoon op tafel had. Vandaar dat we daarvoor gekozen hebben. We beginnen met Toy Dream, 20 beurten zoals ik al zei. Alle minigames gaan aan, bonussterren die gaan aan, zie je natuurlijk wat er dan nog mee gebeurt. Wij weten het al, haha, ik leg het jullie zo uit. En iedereen begint met 0 sterren. Nou, hoe dat dit gaat werken, je krijgt dus in het begin krijg je muntjes, voor die muntjes kun je sterren kopen. Een ster kost 20 muntjes, degene die het meeste sterren heeft, die wint. Heb je gelijk gespeeld met sterren, dan gaan we kijken naar de muntjes, wie de meeste muntjes heeft en die heeft dan gewonnen. Is dat gelijk, dan hebben we 2 winnaars. Dus ja, zo werkt het. Ik heb nog nooit meegemaakt, maar goed. Welcome to the Toy Dream. This is a board where the dreams of toys come alive. I have a creepy laugh. Play with toys and enjoy the dreams until your heart is content. First, let's try the order of play. So let's play, shall we? Woo! Yay! Ball! Ik zeg vanaf het laatste. Ik zeg vanaf het laatste. 41.025. Oké. Ik heb vanaf het laatste daarmee 2. Yo, kun je even drukken? Lager. Marcel! Ik kan echt niet op je rug zitten hoor. Het doet het! Larsen, daar gaan we bij! Je hebt een drone, dus het past wel! Gezondheid. Nou, je begint met 10 muntjes en de capsule dinges die je daarachter ziet, dat zorgt er eigenlijk voor. Donker komt, leg ik zo uit. Daar geeft je een item. Welke item het is, leg ik natuurlijk uit op het moment dat we zien welke item dat is. Blauwe vlakjes die geven plus 3 muntjes, rode vakjes die trekken 3 muntjes ervan af. Je hebt vraagtekenvakjes, dan gebeurt er iets op het bord. Je hebt een donkerkomvakje, dat is een geluksvakje. En dan heb je ook capsulevakjes en dat is eigenlijk maar een capsule of ja, een item die ergens neergegooid is. Daar is onze eerste ster. Zo, so, let's play. Larsen! 1-1. Yes! Victory! Maar je bent wel eerst, hè? Nog. Maak je niet moeilijk, de computer. Brokkel. Nou, dit is dus. Nou, dit is dus gewoon een itemcapsule. Hij krijgt een groen item, dat is een klepto. Klepto die kan je dan gewoon zeg maar naar een andere speler te brengen. Nou is het leuk bij Mario Party 5. Alle items die je vindt, die kun je ook op het bord plaatsen. En op het moment dat je er dan landt, gebeurt het effect. Dus, maar daar komen we later nog wel op. Want als je de capsules op je eigen gebruikt, dan moet je dus zeg maar een klein aantal muntjes betalen daarvoor. Dus. Wat krijg je? Gimme. Oh, ja, gewoon. Kamek, joepie! Kamek die shuffelt alle capsules rond. Dus dat doet Kamek, alle items.
kunt 3 items per persoon zeg maar, tegelijkertijd dragen en je kunt maar 1 item per beurt gebruiken. Maar ik eet op dit moment 42. Dood! Hier, dood! Paratroepa! Dood, ja, ik weet het. Klein beeld, maakt niet uit. Oh, je hebt een paratroepa. Paratroepa, als je daar op komt of op tieren gebruikt, dan mag je muntjes van iedereen wegnemen, alleen je krijgt ze zelf niet. Radio's item. Ja, nee, als iedereen 1 keer gegooid heeft, krijg je een minigame. Dus, nou, iedereen is op blauw gekomen, dus het is ieder voor zich. Ik ben benieuwd. Chim-chase. Oh nee, ik haal dit. Maar dat maakt niet uit. Chim-chase. Je moet zoveel mogelijk apen zien te vangen en bij de juiste kleur zeg maar terug doen. Controls zijn heel erg simpel. Ook met de joystick A pak je dan een aapje op en met A gooi je een aapje weer weg. Als je dat doet bij dezelfde kleur, bijvoorbeeld de rode aap en de rode aap, krijg je 1 punt. Die je meeste punt heeft, wint. En dan krijg je nog een keer de controls. De kon! Ukikis! Zo heet ze, ja, Ukikis. Are worth 3 points each and can be returned to any adult Ukiki. Er is 1 gouden, die kun je dus bij iedereen eigenlijk droppen, dus zo kan je weten. When an adult Ukiki gets angry, the little Ukikis have the same color, stop moving. That's what you chance to grab them. Yes. Iets met Ukikis. Ik ben hier niet goed in, dus het is goed. Zullen we lopen pakken? Ik ben allemaal geen. Waar ben ik? Oh hier. Ik probeer boete te vangen! Het is hier nog iets met. Oh, ik ben eigenlijk kwijt. Ik doe dit zo slecht. Maakt niet uit. Ik ben echt niet goed in dit spel. Kom terug bij papa. Oh, kan. Mij! Ik heb te gaan. Ik denk dat mij automatisch de win heeft gegeven. Nee, zonder die gouden. Oh, Yoshi naar 2. Maar iedere keer bij een aap afpakken. Je kunt geen aap afpakken. Wel, als ik goed ben. Ja, maar iedere keer voor dat je er niet meer bij kan. Ik kom er niet bij. Troll Nathalie. Nou, iedereen is 2 dus. Punt 2. Rauschel. Ga je zo optellen? 1, 2, 3, 4, 5. Helemaal spannend stilte. Warpy! Warpy kun je veranderen van plaats met een andere speler. Bijna hetzelfde skelet, alleen dan verandert de andere speler zeg maar ook van plaats. Hij gaat hem groeien! Dus op het moment dat we daar op landen, dan zien we het effect. Er zijn al andere capsules geplaatst over het bord, maar ja, dat heeft dan te maken met Weer gooit hij gewoon neer, hè? Ja, dat zit hem niet meer. Maar hij heeft nog lang niet genoeg muntjes, ik denk dat hij naar de boven toe gaat. Ja, hij gaat naar een happening space. Een happening wil spruiten? Happiness. Ik maar. Oeh. Blow it up. Het enige nadeel is, er is dus een bonus ster voor de Happiness Space. En degene die op het meeste van die vraagtekenpakjes is gekomen, die krijgt dus zeg maar een bonus ster op het einde van het spel. Dus op dit moment heeft Toad daar de leiding in, dus Toad heeft al sowieso op het einde van het spel nou 1 ster. Dus daar moet je wel rekening mee houden. En volgens mij kom ik op. Nee, ik kom net niet op zo'n kleptomania. Hossie! What's Boo gonna do? Nou, dat maakt me gooien. Op het moment dat je nog naar de controle moet kijken waar de bacon op zit, dan ga ik me zorgen maken. Ik moet alleen af en toe kijken waar de X en Y zit, af en toe hoe ik zo omwisselen. Ja, maar de X en Y, dat is altijd een probleem voor je. Dat is een comment controller ding. Want bij de PlayStation zit hij onderaan, bij de NES dan zat het ook nog eens. Kijk, ik ga nog harder dan Gregory, die staat op het begin. Zo. En het is een 1 versus 3! Iedereen tegen jou. Maybe. Let's get her. Nou, het kan zijn dat zij ons moet kraken, dus het ligt aan Beam Team. Beam me up, Scotty. Beam Team, wij zitten in een UFO. We moeten proberen dus Nathalie te pakken met zo'n beamstraal. Lopen met de controls en met A doen we dus zeg maar beamen en you lose, dat wordt al gezegd hier. Jij hoeft alleen maar rondrennen en ons te ontwijken.
Het nadeel is wel, als wij tegen elkaar gaan botsen, dan zijn wij heel eventjes verlamd, dan kunnen we dus niks bewegen. En dan kan Nathalie dus ja, een voordeel van maken. Dus let's go! Nou, dat wordt dus goed samenwerken. Dat wordt onze dood. Oeh, daar hadden we je al bijna. Ik heb nog niet gehoord. Hi! Oh, dood! Ja. Ah, ik had er bijna! Hier! Het mooie is, als dus zeg maar de spelers die samenwerken, dus 3 tegen 1, wint 1 van de 3. Dan krijgt alle 3 krijgen dan 10 muntjes, wint 1 en krijgt hij alleen muntjes. Dus dan heb je ook 2 versus 2 en battles en alles. Dus leuk! En ik vind 5 vind ik de beste Mario Party nog steeds tot nu toe. Veel variatie op het bord, veel variatie in games en met coins. Ik snap nog steeds waarom dat ze de coins weg hebben gehad in de latere Mario Party games. Vind ik echt jammer. Tot het alleen maar een race naar de finish is. Nou, ik ga lekker nog gebruiken. Oh nee, wacht. Wauw! 1. Oh. Dan zou je eigenlijk wel een troll zijn als je op 1 kwam. Nou, muntjes of muntjes? Ah nee! Dit is dus een paratroepa. Dan kan hij dus muntjes bij ons weg gaan halen. Hoeveel? Oh mijn god, nee. 3 hele muntjes. Die heb ik zelfs nog. Ik zou vooral in het begin niet laatst meer worden. Ik ben zo slecht in dit spel. Nou, het is meer eigenlijk luck-based. Dus de enige dingen waar je strategisch in kan zijn is de minigames en de routes die je kiest. Van ja, tel je muntjes en al. Ja, maar ik heb vroeger al gespeeld en toen werd ik al laatst. Ik heb helemaal niet meer gespeeld. Toen dus afgelopen winter nog eentje is, toen ben ik weer laatst, dus daarna heb ik weer niet gespeeld. Okay. Dus voor de eerste keer nooit ben ik voorbij de 4e plaats gekomen. Dus het is voor mij heel uniek als het zo moeten gaan gebeuren. Wat gebeurt het eigenlijk? Even kijken, we hebben 2 minigames gehad. Yeah. Ja, ik moet er wel rekening mee houden, want ik vind hem altijd doei bij de laatste aflevering. Niet nu hoor, niet wegklikken. Terug! Oké. Okay. Oh, een bonbon. Bom, moet je ergens neergooien en dan gaat er eigenlijk, staat er een counter op. En als je daar dan langs loopt, dan gaat de counter omlaag. Op het moment dat de counter 0 raakt, raak je 20 muntjes kwijt. Die wil je niet op jezelf gebruiken, want dan raak je automatisch 20 muntjes kwijt. Damn. Waar kan ik opkomen? Blauw of groen? Nou ja, jij zit al op een happening space. Jij hebt ook een happening space al gehad of niet? Nee toch? Ik heb gewoon zo. Nee, ik heb alleen die paratroepen uit. Kom met dingen uit. Ja, happening space. Nee, daarom baalde ik al, maar ja, ik kom ook voor een blauw muntje gaan, maar toen kwam ik daar eens terug terecht. Dus ja. En daar wou ik nog net zeggen, daar wil ik niet neerzetten, want daar komt soms nog wel eens de ster. En als de ster komt, dan cancelt dat je capsule. Ja, maar nee. Kijk. Zo, so, backtracking. Het enige nadeel is, iedereen is naar de andere kant op gegaan, waardoor dat dus de ster daar de hele tijd blijft aan, of je dat vraagteken te daar komen. Duel! Die zijn leuk. Kun je duelleren met elkaar. En dat kan om sterren gaan, dat kan om muntjes gaan, maar ja, ik geef van sterren, dus Hoeveel capsule kan je eigenlijk in totaal bij je dragen? 3. Maar je kunt er maar eentje per beurt gebruiken. Ja, dat is wel. De kijkers en Nathalie letten beter op dan jij. Complimenten naar jullie jongens. Fishsticks. Okay, ik zet de frituur even wel aan. Ja, fishsticks. Doe maar. Ja, fishsticks. Ja, fishsticks. Oké, wat moet ik gaan doen? Dus we moeten gaan vissen. Op het moment dat we een hengel zien bungelen naar beneden, toen willen we hem omhoog halen, dan kunnen we dus zeg maar vissen vangen. Het is totaal leuk bezig of je nou een gewone vis vangt of een gouden vis vangt. Degene met de meeste vissen die wint. Dus dat is eigenlijk, ja, een spel. Lopen en ik denk dat het dan met A. Ja, sorry, ik ben de controles vergeten. Lopen naar een vishengel met A, pak je de vishengel op. Maar je moet weer even kijken welke beweging te veel van. Ah, je ziet het niet eens mij. Tuurlijk dood! Dood speelt vals. Ik weet het absoluut niet open. Ja, jij bent een schudder. Ik vind het dat jij ook schudt. Hey. Ik vond dat hij ook schudt. Oh ja, die ronde. Dat is van mij. Ik ben hier zo slecht. Nee, die is van mij! Ik wil niet tot dood wint! Finish! Ik heb er maar eentje. Ik heb er 1. Ik heb er 4. Ik heb de laatste van jou gepikt. Ja, al 2 keer zelfs. 1 keer? Dag 2. 1. Jij hebt er bij mij weggepikt. 1 keer.
dan mag ik ook een keer. Nee. Moet je nu laag ik al staan? Waarom staan wij gelijk? Ik heb hier problemen mee. Wie, ik en jij? Of nee, Toot en ik. Oh, ik heb geen problemen mee. Ik wel. Ik niet. It's all. Like Donkey Kong. Nou, die staat daar. Yoshi. Plenty boy. 1. Plenty boy. 2. Vandaag is rood. De kleur die ik niet wil zien. Oké, waar gaat die hem dan toe boeien? Oké, die counter die staat nu op 3, dus de eerste twee die er langs komen zullen er geen effect bij hebben. Dat is... Hij kreeg geen 9. Hoe is het mogelijk? Ja, echt. Nee, ik kan misschien een brood vakje daar. 8. Dat is ook geen 9. Ja, dat zou ik doen. Ik moet zeggen dat de tekstspeed wel een beetje langzaam staat. Dat moet heel even veranderd worden. Oh, kom een bom! Oh, die ga ik erachter gooien. Kijk, dan ben ik even settings. En dan zet ik heel eventjes... Stijgen. Speed. Fast. Dat is een beetje sneller. Ik wil nog een item. Maar die duels die zijn echt gaaf, die duels. Maar ja, op nalus, als je die op je eigen gebruikt, kost het 10 muntjes. Gooi je ergens neer en je land erop, dan wordt die gratis helemaal niks gebruikt. En dan blijft die gebruikt worden. Ja. Nee. Nou, ik zou hem daar wel neer gooien, omdat die route die pakt bijna nooit iemand. Nu dat daar even de ster ligt wel, maar nee, daar ligt al iets. Moet je zeggen dat maar. Hoeveel? Een ster is voor 2 muntjes, toch? Ja. Ik doe heel even dus... Brightness heel even wat lager zetten. 8. Ik ben gewoon al even aan het hindernis hoor. Jullie zien niks, maar ik zie alles. Even kijken. We allemaal één happening space. Ja, sorry, ik moet heel eventjes het beeld eventjes op de helderheid die heb ik helemaal toen max gezet naar Pokémon. Nou, kom op. Wat is dat monster? Dat is beter. Ik zit met een computer. Waarom ik altijd met een computer in het team? Haha. ID UFO. 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 Oké, er worden twee blaadjes zeg maar door UFO's gezien. Twee soorten UFO's krijg je te zien. En degene die er zeg maar op lijken, moet je op het paneel met dubbel A een ground pound op doen. Degene die als eerste de twee goeie heeft, want de ene die moet op de andere staan, terwijl dat de andere op de andere staat. Dus snap je dit idee? Ja, okay. We hebben afgesproken jullie daar wel even kijken. Thank you. Ik pak de rechter. Nee, heeft hij net. Jullie links, ik rechts. Start! Nog steeds. Ja! Nice. Super lang. Nou, waarom was het niet? Kom op. Nou, dat werkt goed mee. Dat is een... Is deze? Deze dan? Deze? Wat is dat? Is dat deze? Oké. Okay. Je moet het tegelijkertijd doen, hè? Welke keuze is het? Tegelijk. Ja, je hebt die. Oké, dan moet ik deze hebben. Oké, die naast mij. En zo volgens mij ook. 3, 2. 1, 2, 3 nu. Nou, deze niet. Deze. Je moet zeker wel. Ja, dat kan ook. Ik kon hem niet winnen. Nee. Ik ook niet. De computer was zelfs nog sneller dan ik. Maar kijk, dit is beurt 5 als ik me nou niet... Oké, dit is de laatste beurt voor deze aflevering. Ja, moet ik even bijhouden. Dus ik doe nog steeds aan mijn zakje. Zakje! Zakje, snoepjes. Hij is helemaal uit Amerika. Yoshi! Arzo! Komt ook uit Amerika, blijkbaar. Ik dacht dat je die... Ik heb 3 keer op haar gedrukt, dat werkt niet. Ja, daarvoor 3 keer 3 is 9. Je moet gewoon vaker drukken, want dan probeer ik het over. It works. Ja, dat. Nou. 2. Boom, boom, boom. Waarom? Ah, ik kom op. Nee. Ja, vakje. Je had dat op een paardroep beneden gegooid.
Mushroom, gooi 2 dobbelstenen. Even snel uit weg. Laat maar raden, we verliezen allemaal 300 muntjes. Team! Nou, daar heb je nog 3 over. Wauw. Gaat goed. Nee, daar heb ik nog maar 19 muntjes. Ik kom eens te kort voor Ster. Ik kom er nog 17 tekort. Ik heb er 16 te veel. Doneer! Ja, we moeten doen. Doe zo een beetje doneerpotje. Als je op dat vakje komt, krijg je die donaat. Nee, dit is Mario Party. Misschien een leuk idee voor Mario. Misschien een leuk idee voor Mario Party 10. Tot de muntjes weer terug zouden komen. Oké, dan ga ik trollen hoor. Ja. 2 bonbons naar elkaar. Oh. Ja. Bokkebokke. Geef. Coinblok. Daar krijg je 10 muntjes. Wat lief. Waar is het Ramstans op die bonbon? Ik heb hem met 3 munten. Oh, wat is dit? Jee, een coinblok. Jee. Puzzle! Alleen dan baal ik wel, want als Gregory dus zeg maar nou eerder over die bonbon heen gaat, oh, je kunt duelleren. Met 3 muntjes. Doen! Dat was een puzzel! Voor 3 muntjes! Yay! It's time for a duel. Select your opponent. Oh, great. What do you want from your opponent? Set the number of coins from your opponent. 3 hele puntjes! Wauw! Best duel ooit! We strijden om 6 muntjes. Ik ga gewoon kijken hoe die gaat uitpakken. And it's found in the bound of music. Oké, wat we moeten doen is, onzichtbare blokken proberen te raken. Dus gewoon rondlopen eigenlijk en springen. Rondlopen met joystick en met A kun je springen. Je krijgt af en toe heel eventjes een schaduw te zien waar ongeveer het blokje zit. Degene met de meeste muzieknoten, die wint. 3 hele muntjes. Nou. Zou ik gelijk maar van die bollen afvallen? Ja, doe maar wat. Ik heb een reputatie hoog te houden. Star. Oh, dat is al 1, dat is al 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ik heb steeds dingen zo lang. Oh, daar zit nog één. En daar zit nog één. En daar zit nog één. Dat lukt nog eentjes. Nu moet ik echt steken. We zien. Bijna zien we boeren gewoon niet meer. Bijna. Ik zat er goed in het spel. Jee, ik had het even echt niet, hè? Ik heb 3 minuten. Ik ga dat je mee moet zoeken. Ik heb daar nooit de controller op gepakt. Maar heel gets, dan moet je op die hele grote grond komen. Ja, dat weet ik niet. Ik heb nog meer muntjes. Wees blij, dus ook op duellen kunnen dus ook om sterren gaan. Oh. Ja. Moeten we ooit een keer weer een ster komen? Ja, is een ander issue. Oh, paarse muntjes bij het spel. Dat is een bonusspel. Visje van de star. Want nou, time, dat was het. Weer vissen? Nou nee, dit is zeg maar dat je elkaar van de ster af moet proberen te slaan. Vissen die springen dus zeg maar de hele tijd op het plateau en die brokkelen zeg maar de ster dus af. Je moet elkaar er dus vanaf slaan, lopen doe je met de joystick, springen doe je met de A-knop, slaan doe je met de B-knop en je kunt ook een ground pound doen de dubbel A te drukken. Dus degene die als langste zeg maar, op het plateau blijft staan, die wint. Okidoki. Een beetje smashend klein. Ja, en dan op een ster. Nee, visje van de star. Iedereen van mij af, verder. Dag! Oh, iedereen op dood gewoon. Ik kan helemaal geen ground pound doen. Oh, dat kan inderdaad. Ja, de tent eraf. Probeer nou 3 een ground pound, maar dat werkt niet. Waarom blijven die gewoon altijd leven totdat de tijd op is? Ik krijg allebei muntjes. Dat kan ook.
je wil spelen. Hoezo ben je een beetje in het spel? Het is gewoon keihard stiekem pro hoor. Ik probeer gewoon een grap. Ik zie dat het weet is. Maar goed, in ieder geval, dit was aflevering 1 van Let's Play Mario Party 5. Ik heb weer 3 muntjes. We hebben weer 3 muntjes. Dus dankjewel voor het kijken. Het leukste moment van deze aflevering. Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. We zien jullie terug. Ik weet niet wanneer dat ik dit ga uploaden. Dus wanneer de part 2 uitkomt. Bedankt voor het kijken. Doei!